Goedenavond, beste kijkers van Crypto Coin Talk. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op ons YouTube-kanaal. Vandaag ga ik weer met jullie Bitcoin bespreken. Ik ga kort met jullie doornemen wat we op dit moment zien en waar we naar moeten kijken. Mocht je deze video nou interessant vinden, laat even een like achter. Vergeet ook niet te subscriben op ons YouTube-kanaal. En mocht je geïnteresseerd zijn op het handelen op Bitfavo of Binance, klik dan op een van de twee linkjes in de beschrijving. We hebben 1000 euro handelskortingen op Bitfavo en 20% handelskorting op Binance. Dat allemaal gezegd hebben, dan gaan we nu beginnen met de analyse. Um, de laatste tijd hebben we een hoop nieuwe lenen in ons Telegram kanaal gekregen, waar we natuurlijk enorm blij mee zijn. We merken daar toch ook wel dagelijks dat daar een stukje FOMO bij komt kijken. Um, dat, dat is zowel... Naar de upside of de downside. We hebben een hele hoop beginners die dan ook direct gaan shorten. Dat zou ik toch echt afraden. Wanneer je kijkt uh, naar de markt waar we op dit moment uh, in zitten. Is dat gewoon één rechte lijn omhoog. Uh, we zitten gewoon in een bull trend. Al helemaal als je kijkt naar bitcoin. De meeste altcoins hebben op dit moment ook uh, hun bearish structures gebroken. Dus we zijn gewoon bullish op de crypto markt. Ga daar dan niet op shorten. Kijk vooral naar de longs die je kan pakken en profiteer daarvan. Al helemaal als je een scalper bent in deze markt is het het, het het makkelijkste geld om te verdienen bij het maken van een runner. Oftewel het spelen van een scalp en die zo lang mogelijk door laten lopen. Dat is een techniek die je kan toepassen in een trending markt. Mocht je daar meer van, weten, join dan een, van willen weten, join dan even ons Telegram kanaal. Het linkje daarvan staat in de beschrijving. Als we dan uh, verder gaan kijken naar Bitcoin, is wat we op dit moment eigenlijk zien een textbook-range. We vormen hier de range low, de range high. Op een gegeven moment komt de prijs een keer terug, haalt de liquiditeit op op de 30.283. Die zone dient als support, oftewel als steun. De prijs komt daarna weer terug in die exactzelfde zone. En vervolgens zien we een stijging omhoog richting de 34.820. Dat is de bovenkant van de range. En op dit moment proberen we weer die bovenkant van de range te breken. Nadat we een deviatie neer hadden gezet en terug in de range kwamen. Het is op dit moment dus wel een uh, belangrijk punt voor Bitcoin. Het is namelijk zo dat er een hoop liquiditeit op de prijs van 35.675 zit. Wanneer we dus deze formatie gaan maken, is de kans groot dat we vervolgens terug binnen in die range komen. Dus onder die 34.820 en uiteindelijk richting die 32.500 of die 30.000 gaan. Wat moeten we doen om dat scenario niet te zien gebeuren? Dat is een totale candle close, het liefst op de one hour, boven die 35.800. Dat is de invalidatie van het bearish patroon en vanuit daar kunnen we verdere prijsactie omhoog verwachten. Dat gaat natuurlijk gepaard met um, bloed op de altcoinmarkt, dus we zullen daar hoogstwaarschijnlijk wat rode cijfers gaan zien wanneer bitcoin groen gaat kleuren en vice versa is dat uiteraard ook zo. Wanneer Bitcoin aan het dalen is, zie je dat de altcoins beter presteren. Wanneer we even kort een blik gaan werpen op de Bitcoin-dominantie. Hier kunnen we zien hoe sterk Bitcoin is tegenover de totale cryptomarkt. Dan zien we dat die op dit moment redelijk aan het fluctueren is. We zitten hier mooi onder de resistance van de 71,33%. Dus dat betekent dat 71,33% van de totale dominantie van de market cap is Bitcoin. Dat is vrij fors. Um, helemaal niet gek als je ook kijkt naar de investeringen die worden gedaan in Bitcoin. Van zowel de grote partijen. En op dit moment ook wel degelijk de retailsector. Um, nou, zolang we dus onder die 71,33 blijven. Verwacht ik wel dat we ja, redelijk groene dagen op altcoins kunnen gaan zien. Dus mocht je daarin willen inschalen. In verschillende posities die je daar hebt. Is het een prima idee om wat lage orders neer te zetten. Wat betreft bitcoin, wanneer we hier boven die 71.33 komen. Dan verwacht ik wel uh, een verdere trending bitcoin. Dit omdat het dan een sterkere bitcoin maakt tegenover de altcoins. Waar we dus ook deels kunnen uit concluderen dat er meer interesse is in bitcoin. Wat we nu dus ook al kunnen. Dat allemaal gezegd te hebben, is op dit moment dus de conclusie dat we gewoon een break moeten gaan zien van die 35.800 om weer een nieuwe all-time high te zetten. En vanuit daar is het weer even verder kijken. Mocht je deze video nou interessant vinden, laat even een like achter, subscribe ook op ons YouTube-kanaal en vergeet zeker niet ons Telegram-kanaal te joinen met het linkje dat staat in de beschrijving. Ik wens jullie nog allemaal een fijne avond.